In delen van Italië was het afgelopen nacht weer noodweer. In de omgeving van het Gardameer zijn weer zeer grote hagelstenen naar beneden gekomen. In Italië trokken er vannacht zware onweerscomplexen over, met dus inderdaad zeer grote buien die zich verticaal fors hadden ontwikkeld. En in die buien zijn stijgstromingen aanwezig en die zorgen ervoor dat hagelstenen meerdere keren door de bui als het ware circuleren. Je moet je voorstellen dat zo'n buienwolk bestaat uit wolkendruppeltjes, maar de temperatuur komt natuurlijk op een gegeven moment, naarmate je hoger gaat, onder het vriespunt uit. En dan krijg je een situatie tussen de min 6 en min 20, dat een combinatie is van ijsdeeltjes, maar ook van onderkoeld water. En op het moment dat er dan ergens zo'n hagelsteentje tot ontwikkeling is gekomen en die beweegt zich door die laag heen waar ook dat onderkoelde water aanwezig is, dan kan zo'n hagelsteen verder gaan groeien, ook nog in combinatie met de kleine ijsdeeltjes die er zijn. Op een gegeven moment wordt die hagelsteen zo groot dat hij te zwaar wordt om verder omhoog te gaan en valt hij naar beneden. Maar hij kan ook weer opgenomen worden in een nog sterkere stijgstroom die in zo'n wolk aanwezig is. En dan gaat die hagelsteen weer omhoog en gaat hij nog een keer groeien. En dat kan wel een aantal keren gebeuren. Zeker dus bij hevige onweersbuien die zich sterk hebben ontwikkeld en waar die stijgstromen aanwezig zijn, kunnen die hagelstenen echt groot worden. Zoals bijvoorbeeld afgelopen nacht het geval was in de omgeving van het Gardameer, waar er hagelstenen waren te grootte van golfballen, maar op sommige locaties zelfs nog groter. Meteorologen, wetenschappers hebben uitgezocht hoe sterk een stijgstroom moet zijn om een bepaalde maat hagelsteen te formeren. In onze omgeving hebben we vaak te maken met hagelstenen van een half tot 2,5 centimeter. Je moet dan denken aan stijgstromen in de buienwolk van zo'n 40 kilometer per uur. Dat valt op zich nog wel mee. Maar als je al naar golfbalgrote hagelstenen gaat, dat is ruim 4 centimeter, dan moet die stijgstroom al een snelheid hebben van boven de 100 kilometer per uur. En gaan we nog wat groter, bijvoorbeeld hagelstenen zo groot als een tennisbal, ruim 6 centimeter, dan moet die stijgstroom al zo'n 120 kilometer per uur zijn om die hagelstenen te kunnen laten groeien, dat die circulatie op gang blijft gaan. En op een gegeven moment is natuurlijk zo'n hagelsteen zo zwaar dat ook de stijgstroom niet meer kan tillen en dan valt die naar de grond. Je kan je voorstellen dat grote hagelstenen natuurlijk best gevaarlijk zijn. Als jij een hagelsteen van 8 centimeter op je hoofd krijgt, dan doet dat pijn en dat kan zelfs tot ernstig letsel leiden. Je moet je ook voorstellen dat dergelijke hagelstenen gewoon dwars door een voorruit van een auto vallen. Het is dus echt oppassen als dergelijke hagelstenen naar beneden vallen. De valsnelheid van zo'n hagelsteen, die is niet exact aan te geven, omdat in zo'n bui natuurlijk allerlei turbulente stromingen aanwezig zijn. Maar grote hagelstenen, die kunnen wel met een snelheid tussen de 150 en 180 kilometer per uur naar beneden vallen. Nou, dat wil je echt niet op je hoofd krijgen.